Wijntown. Hoi lieve mensen van Wijntown, welkom bij een nieuwe aflevering van Chillen Zaterdag. Vandaag doen we het heel raar, we gaan vandaag een kwartet spelen. En we hebben twee camerahoeken, hier is ook een camera. Hoi, dit is de andere camera. En Thomas en ik, Juri, Rick, wij gaan met z'n vieren kwartetten, zodat jullie alles kunnen zien. We mogen de beste winnen. Yes. Chillen Zaterdag. Nou, iedereen heeft zijn kaartjes zien. Ja, je ziet echt de ballen van. Nou, niet Thomas! Nee. Oh, god damn it. Dus jongens, wij hebben hier vandaag het spel Puk van de Pukkenflat. Puk van de Tyfusflat dus. En wij gaan kwartetten. Steen, Pien, Schaaf, wie mag beginnen? Puk van de Kwartettenflat. Steen, Steen, papier, schaaf. Het gaat nooit werken. Tik. Nou, okay. Redelijk. Oh, shit! Thomas, dit is het laatste. Oké, Rick, heb jij van de wolven iets? ik weet dat jullie pop niet eten. Heb jij wolven nummer 2? Nee, die heb ik niet. De titel staat eronder. Rick, heb jij van de meeuwen de eerste? De meeuwen? Ja, dat is een categorie meeuwen. Ja, blijkbaar. Nee, heb ik niet. Mag je eens pakken? Ja. Mag ik vragen? Thomas, heb jij van de wolven 3? Oh, zo lekker. Heb jij van de wolven 4? Oh, ja. Maar dan was nog een kaart pakken? Ja. Nee. Wel. Je hebt al een kaart gekregen. Kaart is toch gewoon van gewoon. Nee, je hebt een kaart gekregen. Kut er niet. God. Goedemiddag, bitch. Nick, heb jij van de weerwolven nummer 3? Heb jij van de wolven nummer 1? Oh, nu snap ik het. Als je goed onthoudt. En je mag dus niet vragen als je niet iets van de wolf hebt. Je hebt nu geen kaart, mag je niet meer terugvragen nu. Pas als je een kaart hebt. Ja, als je de seks hebt. Zeg maar, als je nu een kaart van de wolf hebt, dan kun je bij al die andere kaarten vragen. Dus heb jij een kaart van de wolven, nummer 4? Nee. Dat is jammer. Dat is heel jammer. Is heel spijtig. Jammer. Dat is jammer. Rick, heb jij van op bezoek bij de stampertjes 1? Nee. Ik heb altijd aan jou. Ik heb maar 3 kaarten, dus de kans dat ik het heb is ook heel klein. Oké. Dat is heel tactisch denk ik. Thomas, heb jij van op zoek bij de stampertjes nummertje 4? Nee, doei. Welke stampertjes vroeg je ook weer maar? Oh, deze naam is echt old school, man. Ricky. Juri, heb jij van op bezoek bij de stampertjes 2? Thomas, heb jij van op bezoek bij de stampertjes 3? Nee. Oh. Hebben we eerst een kwartet? Hebben we een kwartet? Heb je? Nee. Oh. Spannend hoor. Jij hebt gewoon een beetje. Sorry. Heb jij op bezoek bij de stampertjes 1? Nee, doei. Nee, ik mag niet pakken. Waar is die kaart? Waar is die fucking kaart? Oké. Rick, heb jij van Aagje Rem Duizeltje nummer 3? Nee, probeer maar niet. Juri, heb jij van de grote schoonmaak 2? Nee. Oh, dat moet ik pakken. Oh, ja. Rick, heb jij van op bezoek bij de stampertjes? Gooi, ik dacht al. 3. Oh! Het is nu 1-0. Neem ze maar. Ik dacht, ga ik die lul vragen of niet? Ik vraag het Thomas of van hem. Oké, op bezoek bij de stampertjes. Mag ik dan doorgaan of niet? Ja, je mag wel wezen, dat ben je. Het is gewoon allereerst kwartet is gevallen. Bardo, heb jij van Agirat Duizeltje nummer 2? Oh nee, dat ga je niet doen. Oh nee. Heb je ook nummer 3? Oh nee, grapje. Oké, prachtig. Jij bent. Oh, ik heb. Heb jij van. Ik verzin gewoon met de bosbessen 4. Nee, oh jammer, koek van elkaar. Wat? Ik had hem wel. Ja. Die jongen die is gewoon stiekem aan de padden of zo, geloof ik. Ik had hem gewoon. Heb jij van de heen en weer wolf nummer 4, Rick? Nee, man. De heen en weer wolf, zaten die in pluk van de pettenflat? Weet ik veel? Ik ken het niet eens! Jij van de grote schoonmaak. Nee, ik heb geen grote. Oké. Okay. Dat moet je niet zeggen. Wacht even op het nummer, want zo pak je. Oké, sorry, het spijt me. Hij is geen grote schoonmaak. Oké, Rick, heb jij van de luchtbrug nummertje 1? Nee, man. Nice try, GG, well played. Volgende keer. Jij wreckmate. Wreckmate? Wat zit dan? Er zijn nu zoveel kaarten in het spel. Heb jij van. Oh, jij kijkt al! Nee! Heb jij. Ja, dat! Agirat Duizeltje 1. Ja. Agirat Duizeltje 2.
Wow. 3? Nee! Dan ben ik aan de beurt. Wow. Heb jij Agi net 1000? Oh, goeie beurt! Vertel, kut! Wat een kutspel! Nice! Kom, 1-1 wil Juri. En dan zou ik gewoon niks doen. Want nee, zeg Juri niet. Juri loopt gewoon. Oh, dankjewel. Heb jij van de Hasselbramen Juri 2? De wat? Hasselbramen 2. Classic. Je hebt gekeken, hè? Je hebt gekeken! Ik heb hem niet gezien. Heb jij van de Hasselbramen 3? Nee. Iemand anders heeft die Hasselbramen. Juri, heb jij van de Luchtbrug 1? Nee. Mag ik pakken? Oh. Thomas, heb jij van de Luchtbrug 2? Nee. Dat is een duidelijke kaart. Nare man. Nare man. Cool, cool, cool. Nee. Eerst gokken. Eerst gokken. Heb jij van... Jij? Mm-hmm. Van de grote schoonmaak? 1. Yes. Ben ik? Yes. Heb jij van de meeuwen 4? Nee. Of? Jij hebt de meeuwen 4. Ik zeg niks. Naar heb leven. Jij van de luchtbrug 3? Lekker. Nee, ga. Dank je. Heb jij van de grote schoonmaak... Ah, kut, ik weet niet meer welke je net zei. Je vroeg om 1 of 2? Heb jij van de grote schoonmaak 2? Nee. Kut leven, hij had het leuke was, ik vroeg ook aan mezelf 1. Ik vroeg een kaart die ik zelf had. Oh, nou, ik heb hele rare schaamte. In dat geval, heb jij van de grote schoonmaak 1? Nou, toevallig. Get wrecked, mate. Thomas, heb jij van de grote schoonmaak 3 en 4? Godver... Oh! Dit kan ik niet! Dit is ziek, hè? Dit is ziek! Het rekt! Oh! Wat een ziek spel! Oh, dit is Quartetten 3.0. De spanning is te snijden. Het staat 2-1-0-0. 0-0, we moeten teamen. Kom hier, Oké, ik ga even door. Bardo, heb jij van de 0-1? Oh! Heb jij van de 0-3? Oh! Nee hoor. Meer! Oké, ik heb even een ideetje. Zullen wij een kaart ruilen? Geef ik jou blind een kaart? Wow, waarom zou je een kaart ruilen? Ik geef jou de blind deze. Je zit echt het gemeens achter. Ja, lekker. Oh, wacht! Ik heb een kwartet! Ja, hij gaf me de goeie! Yes! Ik heb een kwartet! Ja, oh, leuk man, die wolven nog. Wist je nog? Hij doet 2-2-0-0. Zuchtje! Goeie zet, Thomas. Leuk dat ruilen. Thomas, waarom doe je dit nou? Ik stond voor. Niet meer. Jij bent. Oh, dude. Ja, oké. Gukkie. Thomas, heb jij van de meeuwen 1? Nee. Waarom niet? Waar is hij dan? Ik bedoel, jij dan toevallig? Of jij? Pak hem. En jij niet. Hij dan, denk ik. Nee, die express. Want hij had die kaart al gezien. Hij pakt nu ook die kaart die je al had gezien. Oké. Okay. Oh, okay. Ben ik? Ja. Heb jij van de luchtbrug 2? Oh. Nee. Nare man ben jij. Mm-hmm. Ja, nare man. Hij heeft 2. Dat klopt niet, jij hebt 2. Dat is Bardo, heb jij van luchtbrug 2? Heb jij van luchtbrug 1? Nee! Oh, get wrecked, just be fired, y'all! Huh? Zie je je gezichten wat van allemaal vallen? Dan heb jij net om de luchtbrug gevraagd zonder dat jij die had. Ik heb nooit om de luchtbrug gevraagd. Nee, dat heeft niet gevraagd. Hij vroeg net om heel wat anders. Ik vroeg de meeuwen aan jou. Ik wilde je meeuwen. Okay. Julius. Rick, heb jij van de mail 3? Nee, je bek houden misschien. Als een mailkaartje. Hij had zoveel mailkaartjes opgespaard daar. 1. Thomas, heb jij van de mail 4? Nee. Kut! Oh! Nee! Rick, boven jou! Waar zijn de meeuwen? Heeft Bardo ze thuis laten liggen? Waarschijnlijk. Ja, iemand heeft nu een kwartet zometeen. Niemand weet wat er gebeurt in dit spel. Iemand heeft zometeen kwartet. Waar heb je eigen mailkaart? Ja, nee. Nu is het spannend. Er zijn nog geen kaarten meer, dat niks te winnen. Nee, dus je moet. Dit is de finale ronde. Oh, maar dat heb jij al gewonnen. 2-2-0-0. Hij heeft veel kaarten. Bardo, heb jij van de Hasselbramen 1? Hij heeft hem. Oké. Welke Hasselbramen? Bardo heeft er 2. Ik weet zeker dat hij 2 Hasselbramen heeft. Maar welke heeft hij dan?
Wat heeft hij dan? Heb je ook een ramen 2! Godverdomme zeg, nee ik heb hem niet. Serieus niet. Echt niet? Nee, oprecht, die rel die ik deed, dat was ook met een reden. Heb je die Hasseldrama niet? Geef de Hasseldrama weg om mij te naaien. Daarom ook, ik wou hem de Hasseldrama geven, zodat jij die fout had. En nu wow! Let op, mag ik voor jou de meeuwen 1, 2, 3? Dit, hier komt de overwinning, de meeuwen 1, 2, 3! Oh mijn god! Het is 3, 2, 0, 0! Pardo doet het hier! En ik heb hier nu nog één laatste kaart, dames en heren, voor de finale klap. Mag ik van jou de luchtbrug 2? Mag ik van jou daarna de luchtbrug 3? Thomas en, nee, heb je en, gewonnen? En de luchtbrug nummer 4. Oh mijn god! Het is niet te geloven. 4? Oh, ik heb geen kaarten meer, dus succes. Heb jij van de Hasselbrama 1? Heb jij de Hasselbrama 3? Dit is... Heb je de Hasselbrama 4? Nee! Oh ja! Yeah! Oh, je verneukt mijn overwinning nu! Ja! Nee. Nou Thomas, doe maar alle Hasselbrama maar 1 tot en met 3. Die heeft hij niet hoor. Hoe kom je erbij? Bam! Nou mooi, nu ben ik aan de beurt. Mooi, Thomas, heb jij van Pluk zoekt een huis? Yes! Ik wist niet hoe het er in zat. We gaan, dames en heren, de ceremonie. Rick is met één setje. Eén setje. Rick, je nummer 3. Alsjeblieft. Ik ben er meer tevreden mee gezien de situatie. Mooi. Jury heeft met 3 setjes. Waar vind je mij aan? Vastgespeeld, hè? Jij hebt nog vastgespeeld. Heeft hij de 2? Waar is de gouden medaille? Die is weg. Nou, dan zijn we allebei verliezen. Oh, Rick heeft de medaille, wacht. Ik had hem gestolen. Mijn moment. Doe kronig bij. Ik heb gewonnen. 4-3-1. De camera gewoon niet dicht houden. Oké, blijf staan. Oké, ja. Oh, ik heb in elkaar. In één keer goed. Oh, nou Thomas, en jij krijgt de vriendelijke hand afdruk, hè? De hand afdruk? Eén vraagje nog voor die arme jongen. Je hebt 0 setjes. Je bent echt loser. By far. Hoe voel je je? Nou, ik voel me goed. Kom je vaker bij Bayern Town eerst? Kan je dormtje leven? Oh, jongens, ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. Geef wel een blauw duimpje, abonneer hier beneden. Hey, als opruimen. En dan zijn we volgende week zaterdag terug met een nieuwe Chille Zaterdag. Tot dan. Chill. Yo.